Goedendag, u kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaatsen.nl. We beginnen vandaag met de radarbeelden. Vanochtend trokken er al enkele buien over het noordoosten van het land. En in de loop van de dag nam de buigheid vanuit het zuidwesten verder toe. Met het oplopen van de temperatuur, plaatsen werd het 22 graden, werden de buien ook wat pittiger. Hier en daar kwam het even tot onweer. De zwaarste bui trokken over het zuiden en later oosten van het land. In het noordwesten en noorden bleef het droog en daar scheen de zon flink. Op de satellietfoto zien we dat ook terug. Vanuit het kanaal en het westen van België zien we de wolken op ons afkomen. Dat waren de stevige buien. En het uiterste noordwesten, dat had het grotendeels droog. We zien boven het zuiden van Engeland nog veel meer wolken zitten. Die komen vanavond en die trekken dan vooral over de kustprovincies. Daar gaan nog een aantal buien vallen. In het binnenland neemt de buigheid af. De wind blijft nog stevig waaien aan zee, windkracht 6 en in het binnenland komt 3 tot 4 Beaufort te staan. Temperatuur halverwege de avond een graad of 17. Ook komende nachten vooral in de kustprovincies nog enkele buien. In het binnenland is het grotendeels droog, valt hooguit een enkele bui. Daar zijn brede opklaringen ideale omstandigheden om de Perseïden te bekijken, want die kunnen komende nacht weer uh, aardig vaak zichtbaar zijn. Trek wel een goede jas aan, het koelt af naar 12 graden. Morgen overdag een beetje een vergelijkbaar weerbeeld met vandaag. Zonnige periode dus, maar ook weer stapelwolken die uitgroeien tot een enkele bui. Daarbij is ook weer een klap onweer mogelijk. De wind waait ook nog steeds stevig uit het zuidwesten. Windkracht 5 tot 6 aan zee en op het IJsselmeer. En in het binnenland staat meestal windkracht 4. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 21 graden. En kijken we dan wat verder vooruit, dan zien we eigenlijk in de grote lijnen niets veranderen. Zowel woensdag, donderdag als vrijdag schijnt de zon geregeld, maar er gaan ook een paar buien vallen. Wat wel verandert is de wind, die gaat van zuidwest draaien naar west en neemt geleidelijk ook wat in kracht af, dus wat dat betreft wordt het iets aangenamer. Temperaturen blijven wel ongeveer hetzelfde: woensdag 19 tot 22 graden en donderdag en vrijdag rond 20 graden. En ook als we wat verder vooruit kijken zien we eigenlijk weinig veranderen. Temperaturen schommelen rond de 20 graden. Heel misschien na het komend weekend, dat het smiddags even wat warmer wordt. En ook de nachttemperaturen blijven tussen de 10 en de 15 graden uitkomen. Oftewel, iets te koel zomerweer in Nederland, waarbij de zon wel geregeld schijnt. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.